Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Auto Service met vandaag even een stuurmodificatie op een G-klasse van 2004. Dat model loopt volgens mij van 2002 tot 2010 of zo. Het gaat in dit geval om een G500 en dit stuur is van een 2021 SLC of zo, een of ander modern stuurtje en die ga ik hierop parkeren. En er moeten nogal enige dingen aangepast worden, waaronder het stuur moet een stuk afgeslepen worden, de bedrading moet aangepast worden, als je tenminste een CAN-bussysteem uit wil voeren, dan zul je de bestaande LeanBus uitvoering moeten veranderen in de CAN-bus uitvoering en dan moet je een aantal draden doorknippen en weer anders aansluiten. Nou, dit is dus de airbag. Hier hebben we een plaatje wat met drie schroeven vast zit, wat je er even uithaalt. Die doe je zo. Dit gele draadje die zit normaal gesproken aan dit framepje vast van de klaxon. En die moet gewoon een massa hebben. Er komt zeg maar een plus uit de klaxon. En als je niet meer weet hoe deze draden aangesloten zijn, dan kun je allemaal zelf gewoon uitzoeken. Dit zijn vier draadjes die komen vanaf deze stekker zeg maar. En dan is het vrij simpel. Dan pak je de dikke draden, dat is natuurlijk altijd de plus en de min. En dan die dunne draden is de CAN-bus. En het maakt in principe niet uit hoe je hem aansluit. Je kunt eigenlijk niet zoveel verkeerd doen. Want dat is allemaal goed beveiligd bij Mercedes. Dus dan gaat het niet zo gauw fout als je de plus en min omwisselt. Dat soort dingen. Bij de meeste auto's is dat wel goed over nagedacht, zeg maar. Het enige wat je even moet doen is hier een extra draadje aanzetten. Omdat je de conventionele klaxon nog wilt gebruiken. En die sluit je dan weer aan op het draadje wat naar de klaxon gaat. In dit geval heb ik er een extra draad bij in moeten trekken. Omdat ik niet genoeg functies had met de Glock Springs. Zie je in mijn andere filmpje. En daar is ook een beetje het verhaal. De draden die uit de Glock Spring komen moet je ook enigszins aanpassen. Ik zal u nu even laten zien hoe ik dat gedaan heb. En misschien kunnen andere mensen dat nog wel beter. Maar ik heb het op deze manier gedaan. En laat maar even een comment achter en like en subscribe als u het leuk vindt. En dan ga ik jullie even laten zien hoe ik dit gefixt heb. Zo, daar waren we weer. Ik heb het stuur er inmiddels afgehaald. En dan hebben we hier van deze twee, dat zijn eigenlijk airbag draden, heb ik een klaxondraad gemaakt nu. En die was hier niet aangesloten. Dus ik heb daar binnenin, zie mijn andere filmpje, een extra draad doorheen getrokken. En die komt hier weer uit. Ja, moeilijk te zien, maar in elk geval daarachter komt het draadje weer uit. En die sluit ik dan aan op de return van de klaxon. En in dit geval hebben ze daar ook al een relais tussen gezet. Dat is natuurlijk sowieso beter. Een relais, dan gaat er niet zoveel stroom doorheen. Maar het framepje van de stuur, dat is dit ding. Die maakt dus contact met de aarde van het stuur. En dan gaat de klaxon het doen. Maar tegenwoordig werkt het allemaal met CAN-bus, dus dat is allemaal anders. Daarom zit er ook zo'n module in en alles. En die regelt dat weer via de SAM-module, denk ik, achter. En dan heb je hetzelfde resultaat. Dan gaat daar een relais over en dan gaat de klaxon zo op die manier werken. Maar dit is een vrij simpele hack, zoals ik het net laten zien. Met even een draadje solderen eraan. En die dan daar weer op aansluiten bij de oudere types benzen, zeg maar. Even kijken. Deze draad is de enige eigenlijk die origineel blijft. Dat is zeg maar de massa. Deze draad, wordt dan een CAN-bus laag en dit wordt een CAN-bus hoog. Of hoe je het ook wilt noemen, in elk geval een van de beide CAN-bus draden. Maar die zijn dus officieel geen CAN-bus, dat is een LeanBus. En die worden hier, zijn ze in de kabelboom, die loopt vanaf hier, lopen die door daarheen. En dan heb je dus een plus moet je trekken naar het stuur. En daar heb ik de blauwe voor gebruikt. En ik zal straks even een beetje lichter op gooien, want het is een beetje moeilijk te zien, zie ik wel. Dus deze blauwe, daar werk ik een plus 12 volt van. En deze twee, die zijn, dat wordt dan de CAN-bus. En dan heb je nog een massa over en dan heb je precies de vier draden gebruikt die je ook nodig hebt in het stuur. En dan laat ik u nu verder even zien hoe ik dat verder gedaan heb. En hier hebben we dan het stuur. Dan moet je dus een centimeter moet je daarvan afdremelen van het aluminium, anders past die weer hier niet in. Dus dan kom je er niet meer weg en draai hem aan en dan druk je gewoon je hele stuurhoeksensor helemaal in puin. Dus dat moet je niet willen. Dit asje heeft precies de diameter die het vorige stuur ook had. Ze hebben eigenlijk gewoon de basis van het vorige stuur gewoon gebruikt volgens mij. En daar weer een nieuw gietsel omheen geknutseld. Maar dan net wel even zo dat het dus weer niet op elke auto past, maar alleen op de nieuwe types.
Dus dat is een beetje het verhaal. Even kijken. Ja, ik zal u zo even laten zien hoe ik dat verder heb gedaan. Ik moet nou even stoppen. Nou, de spaghetti komt hier dus weer uit, zeg maar. Het gaat hier onder het stuur door. Vanaf hier loopt het dan daar via de Glock Spring hier naartoe. En dan heb je hier een aantal draden. Dus die knip je af, die groene draden. Die groene en die witte, die normaal naar de lienbus gaan, die knip je af. En die heb je dan hier uitgehaald. En die sluit je dan hier weer bij aan de... het contactslot sluit je die weer aan de CAN-bus aan. Dus dan doe je zeg maar de groene aan de groene en de witte aan de witte. En dan heb je hier een CAN-bus in plaats van een LIN-bus. En dan heb je nog één stroomdraad te trekken. De massa blijft dus gewoon gelijk. En die sluit je, die blauwe grijze, die sluit je dan weer hierbij op aan. Op de rood-gele. Die zit in die kabelboom al inverwerkt. Dus je hoeft alleen maar even door te pluggen en dan heb je het in principe al voor elkaar. Weet je dan vervolgens niet hoe je het ding aan moet sluiten op het stuur, dan ga je gewoon kijken naar de draden. Zo heb ik dat nou al gedaan. Dan zie je twee dikke draden en twee dunne. Nou, dan weet je al dat de twee dikke draden natuurlijk de plus en de min zijn van het apparaat. En dan heb je nog de twee dunne en die zijn dan de CAN-bus. En dan wel de plus of de min van de CAN-bus. En ook als je die omwisselt, maakt het niks uit. Er gaat geen kortsluiting komen, er gaat niks verkeerd. Dat is allemaal goed beveiligd. En dan laat ik u nu even zien hoe je dat kunt checken door middel van de scrollfunctie. Daar zit een klein infrarood lampje in. En doordat je daar naar kijkt met de camera, de meeste telefoons die pakken wel infrarood op, dan kun je gewoon zien of die werkt of niet werkt. En dat laat ik u nu even zien als ik hem aangesloten heb. Nou, zo heb ik hem dus aangesloten. Dit is even een houtje touwtje. Uiteraard ga ik dat hier heel netjes met krimkous afwerken. Alleen heeft mijn telefoon niet genoeg ruimte om het allemaal te laten zien. En als je nu goed kijkt, kunt u hier de lampjes zien, of dat infrarood ledje. En als u de CAN-bus verkeerd om heeft, dan gaat hij dus niet dit knippersignaal geven. Zowel links als rechts. En als je er dan, ik ga nu met de linkerhand, scroll ik er nu overheen. En dan zie je ook die lampjes weer bewegen. En als je een functie gebruikt, dus hier doe ik een functie gebruiken, dat kan ik ook tegelijkertijd laten zien. Dan zie je dat hij feller of minder fel oplicht. Aan de hand van dit infrarood ledje, wat hierin zit om te communiceren met je vinger, kan werkt het systeem dus. En dan deze draadjes, als je de witte en de groene dus verkeerd om hebt op die CAN-bus, dan komt hier gewoon geen licht uit. Dat kan ik ook nog wel even laten zien, dan laat ik u zien dat het verder ook geen kwaad kan. Nou, als je dus omgewisseld hebt, dan krijg je dus dat hij gewoon niets doet, geeft hij geen licht. En heb je verder geen, dan doet hij gewoon niks te sturen. Dus het is vrij simpel om te controleren ook of je stuur nog werkt. Even een mobieltje pakken en dan richt je even op dit ding. En dan kun je zo zien hoe of wat. Ik hoop dat u hier wel aan heeft gehad. Ik wens u nog een zonnige en gezegende dag. En tot het volgende filmpje met weer. Yo! En like en subscribe als u dat leuk vindt.